ja, ik kan een hoop zeggen, maar hij heeft fantastische muziek gemaakt bij dansvoorstellingen, bij toneelvoorstellingen, bij films. En hij is hier speciaal voor ons om als sluitstuk voor jullie muziek te maken. Ik ben vooral benieuwd naar de bakjes water, maar sowieso is dit een fascinerend geheel. Dus Harry, ik laat het aan jou. Veel plezier. Dankjewel. Veel plezier, Harry de Wit. Is dit aan? Oké. Heel korte introductie, nou, dat heeft zij al gedaan. Afgelopen zaterdag had ik een grote opening in het IJmuseum. Grote tentoonstelling, ga erheen, van Ivo van Hoven, Jan Verswijfeld. All about theater, all about film. Ik heb dat geopend en een hele korte inleiding. Men belde mij, toen zei ik, niet doen, gewoon een accordeon met een zanger en dan ben je klaar, opening, applaus in kunt. Maar goed, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb een associatie gezegd, want ik wil een stukje natuur binnenhalen en een ensemble en ik wil wat hout laten vallen. En dan krijg je een lange stilte en dan moet je natuurlijk gewoon verantwoorden wat je doet. Dus dit is mijn associatie, dit is Hilversum. Hier loop ik met mijn hondje en dit is Bast, zo heet het stuk. Niet Bast maar Bast. En dit is dan de maquette. Hier kom je dan mee aan bij AI. Dit zijn dan de boompjes. Nou, hier staat het glas. Hier staat dus een klankkast. Dat is een lege klankkast waar dus op het eind een gigantische bos, grote stukken boomstammen op dondert. Nou, zo gaat het eruit zien bij de opbouw. Ik zei, ik wil ook een half doorgezaagde piano. Die staat dus hier. Dan zie je hem dus staan. Ik zei, ik moet alleen maar ik wil alleen dit de linkerhandje. Toen heb ik Andriessen gebeld. Nou, daar gaan we voor zorgen. Die heeft al een paar oude piano's staan. Dat was natuurlijk een heel gedoe om dat naar binnen te krijgen. En men was in eerste instantie niet blij. Nu is men wel blij. Want het hangt waarschijnlijk nog. En dan ziet die foto bij de einduitvoering er zo uit. Zie, hier is de stad. Het was dus ook waarom ik gewoon waarschijnlijk veel met theater en film werk. Hier staat het glas daar links. Dat is dat, ga ik zo wat doen. Die boomstammen hingen achter, daar liepen gewoon doorheen te klappen. Dan is er een violist, nou, die moet zorgen dat die boomstammen niet op haar komen. Dat hout, dat hangt daarboven, dat dondert op laatste doorheen. Daar zit ik een vleugel en we hebben het contrabas. Maar het begin was het allermoeilijkste. Want ik had scheepshoorns achter, flinke jongens, de politie ging al een paar keer op en neer. En ik had het koper zwaar versterkt. En het mooie filmische beeld was, en waar geluid dan samenkomt, is om de scheepshoorns, die hele lage tonen, en de hoorn, trombone, door elkaar heen te krijgen. En die opening duurde volgens mij een minuut of vier. Nou, maar we laten Jan eens één klein stukje van het begin horen. Ik ga zo naar live dingen doen. Dan heb je een beetje een idee hoe dat in het begin ging. Laat maar horen, Jans. Het zijn de boten. Oké, dan heb je een beetje idee. En dat kwam dan helemaal binnen. En dat ging dan een gegeven moment door elkaar heen tot het afgelopen was. Ik wil er even snel doorheen. Nou, dan had ik een ander stuk in een kerk.
Dat is dit. Kijk, zo zien mijn scores eruit. Ik probeer zoveel mogelijk in mijn werk, dat weet Tuur waarschijnlijk ook wel. Een laptop is voor mij een schetsboek. Maar als ik een idee moet lanceren, dan ziet dat er zo uit. Dit was een Sound & Sound Music Festival. En men zei, Harry, wij willen iets met de kerk. En we hebben een verhaal en dan moet je iets mee doen. Dit ging over een oorlog, in de brand die kerk. Stenen, mensen kregen een stukje steen op hun hoofd. En op een gegeven moment bleek dus dat natuurlijk van boven kwam. De dag daar ben ik heel lang nagedenken. In Groningen worden stenen gebakken. Ik zeg, ik wil honderden stenen naar beneden laten komen. Op hele mooie kistorgels die speciaal geprepareerd zijn. Dus je kreeg een cordon van allemaal akkoorden. Dus die hele performance duurde 12 minuten, dat zie je. Die stenen die kwamen helemaal vanuit het plafond, heel langzaam op de orgels. Kijk, hier zie je het. Nou, deze installatie. Dan zie je die stenen, die komen dus op die klavieren. Dus het begon met één steen en dat vermeerderde zich. Flink versterkt. En het ging ook natuurlijk weer terug. Dus het was heel spannend. Die mensen die kwamen dan ergens uit Parijs of Maastricht. En dan, kijk, een beetje licht erop. En die zag de tijdlijnen helemaal weer naar boven tot het stuk afgelopen was. Dus eigenlijk werk ik altijd met een schurend element. Ik hou ontzettend van harmonie. Ik hou ontzettend van melodie. Maar er moet altijd een tegenwicht in zitten. Nou, dan heb ik... Dit zijn twee grote voorstellingen die ik de afgelopen tijd gedaan heb. Het is natuurlijk waanzinnig veel opbouw. Meestal ben je 2-3 maanden met zoiets bezig. Wat eigenlijk tot 12 minuten moet gaan duren. Goed, dan ga ik even naar Nanook Leopold, Cobain. Wacht even bellen. We gaan nu te snel. Dat gaan we straks doen. Even terug. Cobain. Cobain, Nanook Leopold, wil jullie die kennen. Maakt hele mooie abstracte films. Voor deze film, niet om op te scheppen, kreeg ik gouden kalf voor. Maar Nanook komt uit beeldenkunst. Die heeft op zich niets met filmmuziek, zegt ze. Ik wil iets wat ondefinieerbaar is, glijdend en gewoon... Wel gevoelig, maar ik wil geen melodie. Dus toen, hoe ga je dat aanpakken? Toen dacht ik van klokkensnaren, strijken. Dus ik ga eigenlijk een heel klein stukje doen. Zoals ik dan in mijn studio zit te prutsen. Ik hou enorm van glas. Waarom? Mijn vader zat altijd in het glaswerk en... Glas heeft iets heel, heel moois. Dit is een kleine, ik heb ook grote glasdingen. Dus ik ga een klein stukje spelen. Nanook zei wel, ik wil graag dat met één toon, twee tonen, niet meer. Heel simpel, ik begin met een vleugel. Wat ik daarop heb, ik zet er gewoon een paar ibootjes op, tot die vleugel gaat. En dan, Jannes, dan zou het mooi zijn... Dat je heel langzaam naar de... Even kijken, dat is de G-scape. Weet je wel? Oké. Maar ik geef jou een sein. Dus ik ga even nu... Ik heb nu genoeg gepraat, dus ik ga heel langzaam... Zoals ik een klein beetje het opneem voor Nanook. En dan kijken wat zij daarvan vindt.
opgenomen. Dan ga ik dus mee naar Nanook en dan... Meestal zie ik de film nooit. Dat is niet flauwekul, maar ik wil gewoon mijn eigen associatie hebben. Dat betreft, ik werk veel met Ivo van Hoven. En hij stuurt mij altijd een filmscript op, geen beeld. En vanuit de tekst haal ik mijn associaties. En dat is, hier zie je, hier zit op de Roertriennale. Hier zie je ook dat ik met de heer Miedema, dat is een klokkenman uit Hilversum. Waar ik dus de klokken onttakel. Dingen die voorbij gaan, dus met Amsterdam destijds. En daar werk, de enige wat ik constant in die tekst zag, was tijd. En dan denk ik, ja, ik kan wel hele mooie escapes gaan maken, maar ik wil ook de tijd laten zien. Dus dan heb ik 3 tafels laten bouwen, met daarin, nou ja, onder andere die klokkensnaren. En iedereen kent dit wel, tenminste, dit is oma, hè? Pendule op de schoorsteen. Nou, daar ben ik mee begonnen. Toen dacht ik, nou, dan kan ik die dingen wel uitbreiden. Die linkse onttakelde klokken, die zitten allemaal met contactmicrofoontjes. Dus eigenlijk ziet het er heel analoog uit. Maar als je het laat klinken, dan krijg je echt een behoorlijk strange tijdsgevoel. En dan gaan we even naar Stille Kracht. Nou, dit was dus wel een hoogtepunt en een dieptepunt. Want daar speelde ik achter een vleugel. Mag die even terug bellen? En die vleugel, ja, dat moet ik toch even vertellen. Ik kwam bij een pianozaak en zei, ik wil een vleugel hebben die waterbestendig is. En dan moet je voorstellen, dan zit die man me aan te kijken. Wilt u eerst koffie of dat en dat? Ik zei, nee, ik wil echt een vleugel en die moet waterbestendig zijn. En die moet helemaal enzovoort enzovoort. Maar hoe gaan we het dan doen? En toen kwam zijn broer erbij. Mijn broer die woont in Azië. En die moet altijd vleugels naar bepaalde gebouwen versjouwen. En misschien kan die jou verder helpen. En uiteindelijk hebben we dus een vleugel gemaakt die vacuüm wegtrok. Kijk, het water komt echt 20 minuten op me neer. Ik ben echt zeiken, zeiken, zeiken nat. Gijs Scholten die moet een beetje mee water krijgen, maar die mag tussendoor, mag die lekker naar de kleedkamer. Ik moet daar dus achter blijven zitten. Maar ik speel dan wel, door al dat geweld heen, speel ik wel dan een melodie. En dat is dat schrijnende. We speelden in Rusland. Rusland, piano heilig. En zo'n hele grote vleugel, er was een eigen vleugel mee. En die man, en ze stonden echt zo als er maar straks geen druppeltjes opkomen. Tot dit gebeurde, er waren echt een paar mensen, die werden dus echt letterlijk en figuurlijk niet goed. Maar omdat ik dus bijna van die grote Russische akkoorden doorheen zat te douwen, kreeg men een enorm soort schommeling. Hierachter hangen allemaal anklungs. Die heb ik nog vlak voordat het museum dichtging in Amsterdam kunnen confisceren. Dat zijn een stuk of 100. Die heeft Jan helemaal achter daar opgehangen. Daar zaten ook schutmachientjes in. Dus dat ging ontzettend lekker door elkaar heen werken. Maar dit is bijvoorbeeld hoe ik de Stille Kracht van Couperus aanpak. Dus ik heb teksten gezien. En die teksten die brengen mij altijd tot waar ik heen moet. Dit is het begin. En dan hebben we... Ook waar ik heel veel mee werk, dat is dan Marjolein Boonstra. Eens even kijken hierachter. Dit is eigenlijk de eerste film die ik min of meer met Marjolein Boonstra deed. Zij werkt veel met Reinier van Brummelen. De Greenaway mensen. Het is echt iemand die vanuit foto's denkt. Dus die stuurt me altijd maar foto's. Helemaal geen tekst. Dus dan associeer ik eigenlijk met wat ik hoor. Zij wil altijd een gevoel hebben. Ik heb 2 kanten. Ik heb een strange kant, maar ik heb ook een melodische kant. Mijn opa die blies ook. En
ik vind dat wel heel mooi om, om een klein stukje uit Kouraï te doen. Het gek is, toen zij de voorstelling zag met die ene toon van Nanook. Want het mooie is dat degene die het decor bij Nanook doet, doet ook het decor bij Marjolein. Dus mensen hebben een kruisbestuiving. Dus het zou mooi zijn, Jannes, dat ik jou heel langzaam nog een keer die G geef. En dat we dan proberen die melodie te pakken van Kouraï. En, maar misschien is het ook heel mooi om daarvoor nog even gewoon voor je de afsluiting te doen van Bast. Maar je hoeft niets te laten zien. Ik laat het even horen. Er zit een melodie in. Dat is de eerste melodie die ik ooit gemaakt heb voor Ivo. En daar heb je even die blazers voor nodig. Stoppen we even. En dan eindig ik met Kouraï, Kouraï. Goed? Dus ik, je moet die G, dus niet die blazen, sorry, je moet die G erbij houden. Ik geef je wel een geel. Even kijken. Heb ik nu alles? Mooi. Kijk, Jan. Oké. Okay. Ik geef je Gil Jans, hè, voor die G. Thank you.
Thank you.